hele goede middag. Ja, mijn hondje, zoals jullie zagen, ligt onder het bureau. Laat maar liggen, dat is gek. In eerste instantie wens ik jullie allemaal een hele goede middag. Bij een gloednieuwe vlog weer. Ja, ik ben laat. Ik was helaas vannacht ziek, dus ik kon ook vanochtend vroeg niet naar de vergadering. Ik had weer last van mijn maag, brandend maagzuur, misselijk. Nou, ik sliep dus pas heel laat daardoor. Ik had dus suiker genomen tot me. En ik had een broodje genomen vannacht, maar mocht niet later. En het is prachtig mooi weer en nou ja, wie komt eraan, denken jullie? Mijn zusje, Astrid. Dus ja, mij maakt niet uit. Kom erin, schat. Deze kant vlog ik op. Ja. En dus, dat zal ik niet doen. Ik ga koffie maken. Dat, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Astrid die is dus weer net de deur uit. Ja. Even gezellig gehad, geheel onverwachts. Ja, ik zou eventjes weggegaan zijn, misschien dat ik dat straks nog even doe. Dan wil ik mijn hondje meenemen en kijken hoe die dat doet. Ja, hij moet even dat neusbandje om en daar heeft hij een hekel aan. En ik moet om zijn oortje denken, want ook dat doet hem pijn. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook weer, ik ben vandaag moe. Door de afgelopen nacht dat ik niet in orde was en ik heb ook pijn in mijn onderrug, lumbago, dat ik vandaag eigenlijk maar even rustig aandoen. Want gisteren was het al een hectische dag, op zolder geweest, aan het werk geweest, dus ik denk dat ik toch maar eigenlijk niet wegga. Dat ik lekker thuis blijf, deur lekker open, kan het doorluchten. Boven staat ook de boel lekker los, dus ja, eindelijk even weer. Gewoon van de rust en mijn huisje, dat het eindelijk weer open kan. Ja. Hè? En er komen nog mooiere dagen genoeg aan. En dan ga ik dan toch lekker met hem weg. Ja. Dan kan ik ook eerder weg. Maar ja, deze week is het nou gewoon gigantisch druk. Want morgenmiddag ja, komt Rebecca weer, de huishoudelijke hulp. Vanochtend dus zou er eentje komen voor Cirilo. Hoi! Ja, dat is de apotheek. Dankjewel, schat. Dat is dus de apotheek. Die komt medicijnen brengen. Dus ja, ook dat moet gebeuren. Daar, ja, het was bijna op en dan moet ik het toch wel weer vervanging hebben. Dus dat zullen we zo meteen ook weer delen voor beneden en voor boven. Heb ik dat ook maar weer gehad. En zo zie je, het is maar goed dat ik thuis blijf. Ja toch. Maar het komt wel goed. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Hé, hey, rode dakhaars. Oh nee, schuttinghaars. Hi man. En moet je zien, wat een strepen door de lucht. Hoe mooi hè. Een andere rode dakhaars, niet van ons. Die is van mij. Ja, dat is de mijne. Een mooie avond. Lekker rustig. Hé? Kerel, loop je helemaal te snurren.
kereltje. Kan je het doen, man? Ja, het is prachtig mooi weer. Grote dikke meeuw. Kijk eens op mijn dak. Ook twee grote meeuwen. Ja. Hop. Ja, daarvoor woon je aan de kust. Meeuwen om je heen. Ja, een prachtige avond, lieve vrienden. Dat zien jullie maar weer. Mijn handje lekker even buiten. En ik ga naar binnen. Aan een bakje koffie. En al jullie verder kijken. Ze zeggen tot strakjes. Ja, en daar werd mijn lieve hondje te slapen. Onder mijn bureau. Ja, waar moet je je voeten kwijt? Ja, sorry. Dat komt door mijn stoel. Ja, dat moet ik TUZT weer vernieuwen. En dan moet ik er een matje er hebben leggen waar ik met mijn stoel overheen kan stuvelen. Daar legt die dame te slapen. En daar legt mijn prinsesje te slapen. Oh nee, ze is wakker die. En de rode kanje die is naar boven gevlogen. Ja, ik heb weer niet natuurlijk. Kijk, ik heb een lichtje. Nou ga ik mezelf niet in het licht zetten. Dat doet zeer in de open. Dus ja, lieve vrienden, ik maak er gelijk dan dus een eind eraan. En we gaan nou eens een keer naar mijn poesebeestje daartoe. En dan wensen we jullie natuurlijk verder nog een goede avond verder. En wel rusten voor straks. En morgen natuurlijk gezond weer op. Met Godzegen zal het vast wel lukken. En tot aan de andere kant van de nacht. Zeggen doodly doodkies.